De Palmentuin wordt gerehabiliteerd. Het directieteam van Directoraat Cultuur heeft vandaag het startsein gegeven voor de eerste fase van het project Verfraaiing van de Palmentuin. De Palmentuin is een monumentale plaats die voorkomt op de Werelderfgoedlijst. Volgens de onderdirecteur van Cultuur, Harriette Bolasing-Helstone, is dat een van de redenen waarom de rehabilitatie nodig is. Bolasing geeft aan wat de plannen zijn. Vandaag starten we het verfraaiingstraject van de Palmentuin. We gaan bezig zijn met de banken voornamelijk. Allemaal krijgen een verfbeurt en de bloempotten en er wordt verder opgeruimd. Het is ook de bedoeling dat de vijver van de week, dat het water wordt weggehaald. En dat het ook geschilderd wordt en weer begint te sproeien. We hebben een ploeg van zeker 10 man hier die iedere dag bezig zijn te harken, takken weghalen, gootjes ophalen, noem maar op. Het is een ongoing proces. En u vroeg wat maakt dat er nu pas activiteiten zijn. Nou, we zijn altijd bezig. We zijn altijd bezig geweest met de Palmentuin. In sommige periodes iets wat minder. Maar nu in volle vaart ook. Kijk, het is straks vakantie. De hele maand zullen er kinderen en jongeren hier zijn. Dus je zal de kinderen op een betere manier, een leukere manier, kindvriendelijke manier moeten ontvangen hier. Dus vandaar dat we een beetje vaart maken met het onderhoud. Enkele organisaties zoals Amazone Netwerk, The Lions en Dishan Malu maken regelmatig gebruik van de Palmentuin. Bolasing vindt echter dat de tuin niet voldoende benut wordt voor het organiseren van activiteiten. En daar wil ze verandering in brengen. De toekomstplannen met de Palmentuin die zien er heel goed uit. U moet weten dat de Palmentuin zo'n 4 hectare groot is. En officieel volgens resolutie is het een cultureel centrum. En wij willen dat karakter nog meer gaan onderstrepen binnen het directoraat cultuur. En we denken ook aan richting entreeheffen, het zijn 2 SRD of een 5 SRD, zodat je het onderhoud optimaler kan doen. Ja, dat is zo'n beetje de toekomst voor de Palmentuin, maar ook meer activiteiten, meer leven inblazen, meer culturele groepen betrekken om hier in het cultureel centrum hun ding te kunnen doen. De Palmentuin zal voor de komende 3 weken gesloten zijn voor het publiek, zodat het grote vuil en de bomen gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Nadat het project is afgerond, zal de Palmentuin regelmatig onderhouden worden. Al dus de onderdirecteur van cultuur, Harriette Bolasing.